vandaag heb ik weer een nieuwe video voor jullie. En eerst vooral, ja, mijn haren zijn geknipt. Het is redelijk kort. Het was al tot hier ongeveer en nu komt het nog tot hier. Dus er is al redelijk veel af. Ik zeg het even, moest je afvragen wat de hul is er veranderd. Mijn haar is dus geknipt. Maar goed, daarvoor zit ik vandaag niet bij deze video. Vandaag gaat het over examens. Want helaas komen die weer in de buurt. En dit jaar is het gewoon weer even stom als elk ander jaar. Examens zijn voor ook heel veel mensen niet zo gemakkelijk en ook niet zo'n leuke periode. Maar ik heb vandaag voor jullie een paar tips om de examens een beetje... niet vlotter te laten verlopen, maar gewoon tips voor tijdens de examens. Doe deze video alvast een duimpje omhoog als je het leuk vindt. En dan gaan we direct beginnen met de tips. De eerste tip is eigenlijk heel vanzelfsprekend en dat zeggen echt super veel mensen. En ik ga het ook nog eens herhalen, want het is echt heel belangrijk dat je dit doet. Begin op tijd. En het is echt niet gemakkelijk, maar zeker als je veel leerstof moet leren voor je examen, is het echt belangrijk dat je goed op tijd begint met leren. Dus niet de dag op voorhand, ook niet de week op voorhand, maar gewoon echt genoeg op voorhand. Of desnoods lees je alles al eens op voorhand. Maar begin gewoon op voorhand, zodat je minder stress hebt en veel minder de dag op voorhand moet leren. En dat maakt het voor jezelf ook gewoon veel makkelijker. Mijn tweede tip is, weet wat je moet leren. Dit maakt het ook een beetje minder stressy als je weet wat je nog allemaal moet doen. Als je de dag voor je examen... Het is echt een spin en... ik wil niet dat die ineens op mijn kop valt. Maar dus, als je weet wat je moet leren de dag op voorhand of een week op voorhand, weet ik veel. Dan heb je een beetje een overzicht, dan kan je je op voorbereiden op het aantal leerstof. En dan gaat het allemaal ook een beetje minder stressvol verlopen. Hopelijk toch. Dus het is handig als je alles op voorhand in je boek bladert. En kijkt van oké, ik weet dat ik bijvoorbeeld 100 pagina's moet leren. Of ik weet dat ik 3 hoofdstukken moet leren. Dus dan kan ik het zo en zo en zo aanpakken. Dus weet gewoon wat je moet leren. Mijn derde tip is om te plannen. Als je nu iemand bent die echt graag alle maanden voor hem begint, dat is nu al een beetje te laat, maar toch voor de middelbaar. Het middelbaar is nog niet bezig. De hogeschool die gaan toch wel denk ik bijna beginnen. Maar plannen is gewoon iets heel erg gemakkelijk. Maak desnoods gewoon een lijstje en schrijf daarop maandag hoofdstuk 1, dinsdag hoofdstuk 2, woensdag hoofdstuk 3. Zo bijvoorbeeld, maar probeer een beetje te plannen en probeer je daar dan ook aan te houden. Als jullie willen, maak ik ook binnenkort een video met hoe je het best kan plannen. Stem hier even in de poll in het i'tje en dan wie weet maak ik deze video. Mijn vierde tip is om te studeren in een rustige studeerplek. Dat is iets wat echt voor mijzelf heel goed werkt. Als ik in een kamer die vol rommel ligt of een bureau die vol rommel ligt moet studeren, dan word ik gewoon echt aan, dan wordt mijn hoofd gewoon zot. Dus daarom probeer ik altijd om zeker vooral mijn bureau eigenlijk helemaal leeg te maken en enkel de dingen op te leggen wat ik moet hebben. Zoals mijn pennenzak, een flesje water of zo. En mijn boeken natuurlijk, een bladschrift. En meer heb je eigenlijk niet nodig. Dus zet dat allemaal desnoods op de grond of achter je, dat je het niet ziet. Maar probeer dus zo rustig en zo clean mogelijk te werken. Die spin gaat echt volgens mij subiet op mijn hoofd vallen. En ik heb keiveel bij mijn spinnen. En het is echt een dikke, maar ik ga de camera laten staan, want anders staat die nummer hetzelfde. Maar... misschien ook nog een leuke tip voor tijdens het examen. Sorry dat er geen spinnen zitten in je kamer. Zodat je niet altijd moet focussen op de spin. En dat je wel op je boeken kan focussen. Mijn vijfde tip is om kleur te gebruiken. Zoals je misschien wel weet, is je hersenen opgedeeld in een linker en een rechter hersenhelft. Ik weet niet precies welke hersenhelft voor wat staat. Maar de ene hersenhelft houdt namelijk heel erg veel van kleur. En de andere meer van zo, teksten. Zoiets is het in ieder geval. Probeer daarom veel kleur te gebruiken. Zodat je ander deel van je hersenen ook moet werken. En dan zorgt het er misschien voor, of dan zorgt het er eigenlijk normaal gezien voor, dat je de informatie wat beter kan opnemen. Of dat je eens goed aan dat waarnieuw hoofdstuk begint, zodat het heel duidelijk is voor je. En ja, dat maakt het leren natuurlijk, of hoop ik toch, iets makkelijker. Een andere tip vind ik persoonlijk, en dit is een persoonlijke tip, want ik weet dat het niet voor iedereen werkt, is om samenvattingen te maken. Vooral als je heel veel lange teksten aan neemt moet van buiten leren, is het heel gemakkelijk om samenvattingen te maken. Zo structureer je elk hoofdstuk, zo weet je wat je de belangrijkste dingen moet zijn om te leren.
werk daar dus ook vooral met kleurtjes en onderdelen en zo. Dat zou ik dus zo proberen te doen om zo grote teksten en grote gehelen te studeren door samenvattingen te maken. Maar wel één tip, als je een samenvatting maakt, daar kan nooit alles in staan. Dus probeer toch al de rest ook eens op zijn minst door te lezen, zodat je toch weet wat je niet in je samenvatting hebt gezet. Maar je samenvatting dient dus ook eigenlijk voor ja, de meest belangrijke dingen of toch het grootste geheel dat je moet kennen. Dat vind ik persoonlijk echt iets heel gemakkelijk, want zo kan ik veel beter leren. Mijn voorlaatste tip is om veel water te drinken. Water te drinken helpt mij in ieder geval om goed, alleen mij beter te kunnen concentreren. Het gevoel van dorst is ook het bijna een van de hatelijkste gevoelens die er is. Dus daarom drink ik ook extra veel tijdens het examen. Al is het maar een flesje water op je bureau zetten, dan ga je automatisch denken, oh, nu heb ik wel zin om een beetje water te drinken. En je hersenen, ja, daar worden je hersenen ook. Ik weet niet precies hoe het zit, maar ze zeggen altijd dat je veel water moet drinken, dus doe het gewoon. En mijn laatste tip is om even pauze te nemen af en toe. Nu hangt het echt recht boven de kop, hè. Maar goed, dus pauze nemen af en toe. Ik ben er bijna zeker van dat je geen 3 uur aan een stuk vol een bak concentratie aan iets kan werken of iets aan fouten kan leren. Mijn tip is om, allez, zo werkt het toch ook voor mij, om elk uur 10 minuten of 5 minuten of een kwartier pauze te nemen, maar niet langer dan 15 minuten. Probeer daarbij in je pauze naar buiten te gaan of inderdaad een beetje water te drinken of gewoon even iets anders te doen, maar zolang het maar niet is met heel hard te moeten concentreren. Gewoon even iets anders doen, daardoor kan je de informatie die je het uur daarvoor hebt verwerkt, hebt ingestudeerd, wat verwerken in je hoofd. En dan na dat 10 minuutjes kan je er volle bak een uur voor gaan en dan weer even pauzeren. Dus doe het alsjeblieft, je zal merken dat het helpt. Want ik ben er bijna zeker van dat na een periode of na een tijd je opeens niet meer kan concentreren. En als je dat gevoel voelt, is het echt tijd voor pauze. Ik hoop dat jullie nu met deze tips een beetje beter de examens kunnen doorstaan. Of dat het jullie geholpen heeft. Of als je in het eerste middelbaar zit en je weet niet zo goed hoe het moet aanpakken. Zodat ik hoop dat het voor jullie nu allemaal een beetje duidelijker is. Als je nog een paar tips hebt, laat ze dan zeker achter in de comments. Ik zou het zeer leuk vinden om nog een paar van jullie tips te leren. Ik wens jullie ook allemaal veel succes tijdens de examens. Ik heb trouwens ook zelf examens. Misschien ga ik vloggen of zo. Ik weet eigenlijk allemaal nog niet zo goed. Zullen we nog wel zien. Vergeet deze video zeker geen duimpje omhoog te doen. Laat ook zeker een leuke comment achter. En vergeet ook zeker niet te abonneren. Het is helemaal gratis. En binnenkort komt er trouwens nog een examenvideo, dus kijk daar alvast naar uit. Tot binnenkort, doei!